Hallo kijkers en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie misschien wel weten studeer ik Automotive in Rotterdam. Dat doe ik op de Hogeschool Rotterdam en ik vind het allemaal erg leuk. En omdat ik jullie graag wil informeren over deze studie, ga ik dat ook doen. Ik zal jullie eerst even globaal uitleggen wat de studie nou eigenlijk inhoudt. Automotive op de Hogeschool Rotterdam is een HBO-opleiding en dat doe je natuurlijk als je je HAVO-diploma hebt gehaald. Ook kun je er komen als je het MBO hebt gedaan. Toch is deze opleiding heel verschillend met de vergelijkbare MBO-opleidingen. Op het MBO is het vooral praktijk, dat hoor je ook wel vaak, van dat MBO'ers veel met hun handen bezig zijn. En dat je op de universiteit alleen maar met het denken bezig bent. Maar op deze HBO-automotive-studie is dat een perfecte balans tussen met je handen bezig zijn en met je hoofd bezig zijn. Goede balans tussen praktijk en theorie. Dat komt omdat als je deze studie gaat doen, dan krijg je een hele hoop praktijklessen. Maar er zijn ook een hele hoop theorielessen. De praktijklessen zijn natuurlijk het allerleukst en de theorielessen, dat zijn de serieuze rekenlessen. In de praktijklessen, daar zal ik eerst mee beginnen, want dat vinden jullie natuurlijk leuk. Er is een vak dat heet praktijk. Misschien hebben jullie het ook wel in mijn vlogs gezien, want ik heb ook een aantal vlogs gemaakt op mijn studie daar. En ik heb ook een video waarin ik laat zien wat mijn boeken zijn. Maar die kun je zien hier ergens of daar ergens. Er zit een i'tje en dan zie je daar een linkje van de video. Dus de praktijklessen, dat zijn de lessen waar je echt met je handen bezig bent en goed kijkt naar wat er allemaal gebeurt in zo'n motor of auto. Zo heb ik bijvoorbeeld een versnellingsbak bekeken en de lampen van een auto, maar ook zijn we bezig geweest met het stellen van de kleppen van een motor. Door dit vak kan ik nu al een hele hoop onderdelen van de auto benoemen met hun functie daarbij. En dat vind ik heel erg leuk. Verder is er ook nog in de praktijk een project. Want op deze school begin je meteen in het eerste jaar een groot project. Dat project heet Project Fun Car of Project Event Car. Volgens mij hebben ze het veranderd naar Project Event Car. En daar in dat project bouw je gewoon in het eerste jaar een compleet voertuig. Met de kennis die je in het eerste jaar leert, kun je dus al gewoon een heel voertuig bouwen. Op dit moment zijn we in de fase van wat gaan we nou eigenlijk bouwen. We zitten te twijfelen tussen een kart, een buggy, een muggy en een racevoertuig. De buggy en de muggy zijn een beetje vergelijkbaar, maar muggy moet mini buggy voorstellen. En de race en de kart, ja, die zijn ook redelijk vergelijkbaar. En ik hoor bij het groepje kart en ik moet ervoor zorgen dat de kart zo goed mogelijk is uitgewerkt en dat de groep de kart gaat kiezen. In het project kun je dus alle kennis toepassen die je bij de theoretische en praktijkvakken hebt geleerd. Zo hebben we ook een vak, dat is projectmanagement. Daarbij leer ik hoe je nou eigenlijk een project moet managen en hoe een project verloopt. Dat is dus heel gunstig voor het project. Dan komen we bij nog een redelijk praktijkvak. Dit vak is een beetje een mengeling tussen praktijk en theorie. Het heet namelijk MCS. En bij MCS leer ik mezelf te presenteren en hoe ik kan presenteren. Dus dan hebben we heel vaak oefeningen met dat je een presentatie moet voorbereiden of een vergadering. En daar leer je dus de praktische dingen die eigenlijk niet met auto's te maken hebben, maar die je toch moet weten. En dan hebben we nog een praktisch zak en dat is met computers. We leren namelijk ook heel veel computerprogramma's kennen, zoals MATLAB en Inventor. Ik weet niet of jullie die programma's kennen, maar MATLAB is een soort van gigantische rekenmachine waar je zelf je eigen dingen in kan programmeren en er komen er allerlei getalletjes automatisch uit. En Inventor, dat is een programma waar je allerlei 3D-tekeningen kan gaan maken. Wat mij misschien nog wel leuk lijkt, is om binnenkort een video op dit kanaal te maken waarin ik iets in 3D teken. Maar ik ben er nog niet zo goed in. Maar dat leer ik dus tijdens die lessen en dat is hartstikke leuk. En dan nu ga ik jullie vertellen over de wat meer theoretische vakken. Vaak ervaren als de wat meer saaiere vakken. Misschien is dat ook wel zo, want de praktische vakken die zijn veel leuker. Maar deze vakken die kunnen ook leuk zijn. Als je van de HAVO komt of van het MBO, dan heb je vast wel wiskunde gehad. En het is natuurlijk extra handig als je wiskunde B hebt gehad. Want je krijgt herhaling wiskunde in het eerste jaar. En dat kan best lastig zijn voor mensen die geen wiskunde B hebben gedaan. Of mensen die van het MBO komen. Dus onderschat dat niet. Hou je wiskunde goed op peil als je deze opleiding wil gaan doen. Want dat kan nog wel eens een struikelvak zijn. Zelf ben ik best goed in wiskunde, dus is het geen probleem. Ook heb je het vak engineering. Dat wordt voor mij door dezelfde leraar gegeven als het vak wiskunde bijspijker, zoals dat heet.
En engineering, dat is een vak, dat is een heel lang vak, want daar ben ik de hele woensdag mee bezig. Van 8:30 tot ongeveer 4:30. Dus dat is een redelijk pittig vak als je daar zo de hele dag mee bezig bent. Maar het is wel heel leuk om zo met de hele groep allerlei dingen uit te vinden en heel veel oh-momenten. Oh, dit, oh, zit dat zo? Want engineering is vergelijkbaar met natuurkunde. En bij statica zijn we nu bezig met allerlei krachten. Hoor je die vogels ook? Ook hebben we nog het vak oud. Dat is een vak waar je dus echt leert over de technische dingen van een auto. Daar leer je rekenen aan motoren en aan aandrijvingen, want het vak die is verdeeld in twee delen. Een vak motor en een vak aandrijving. Beide gegeven door een andere leraar. Bij motor leer je allerlei formules over wat er gebeurt in de motor, over chemische processen en over druk, vermogen en koppel, wat er allemaal in die motor plaatsvindt. En bij aandrijving leer je alles van wat er nou na de motor komt. Er draait iets, maar hoe komt dat bij de wielen? Kom je langs de versnellingsbak, kom je langs een aantal assen, langs een differentieel. En daar hoort ook nog vering bij en zo. Dus dat is ook een heel interessant vak. Dat waren alle verplichte vakken die je in het eerste jaar hebt. Ik zeg verplichte omdat je ook nog een aantal keuzevakken hebt. Je hebt een hele lijst keuzevakken waar je uit kan kiezen. En er zitten heel veel leuke dingen bij die ook met auto's te maken hebben. Maar ook dingen die niet met auto's te maken hebben. Ze doen een aantal vrienden van mij doen Spaanse les, wat ik zelf nooit zou kiezen aangezien ik een beetje dyslectisch ben. Dus dat is niet zo'n goed plan voor mij. Ik heb ook twee keuzevakken genomen. Ik help namelijk op de open dagen van de Hogeschool Rotterdam Automotive. En ik werk aan de sociale media van de Automotive Rotterdam. Daar ben ik namelijk nu ook mee bezig, want deze video wordt ook op de Facebookpagina geplaatst van Automotive Rotterdam. Die kun je zeker even bekijken in het link hier beneden. Misschien kijk je deze video wel vanaf die pagina, omdat je geïnteresseerd was in deze school. Als je geïnteresseerd bent in deze school, zou ik zeker een keer naar een open dag komen, want de locatie is namelijk prachtig. Hier zul je een aantal foto's zien van de locatie. Het is namelijk een heel grote loods. Het was vroeger volgens mij voor boten. En daarin zijn een aantal lokalen gebouwd. En een grote kas als werkplaats. En achterin hebben we ook nog een rollerbank om auto's te testen op vermogen. Dus de locatie ziet er heel gaaf uit. Maar doordat het zo'n grote loods is, is het er wel vaak koud. De lokalen zijn natuurlijk wel verwarmd. Als je binnenloopt in de school zie je meteen projecten staan van eerste, tweede, derde en misschien zelfs wel vierdejaars. En dan zie je allemaal gave autootjes staan die zelf helemaal in elkaar gezet zijn. Net zoals waar ik nu mee bezig ben. Ook is de sfeer op school heel goed, want iedereen heeft natuurlijk dezelfde kennis en overal wordt eigenlijk wel over auto's gepraat. Dat is hartstikke leuk, want iedereen houdt natuurlijk van auto's die op deze opleiding komt. Want als ik dat niet heb, dan wordt het misschien een beetje lastig. Ook al heb ik wel gehoord van een aantal studenten die niet echt autogek zijn, die wel deze opleiding doen. Ook bevat de studie een stage. Deze is natuurlijk niet in het eerste jaar. Maar bij deze stage ga je natuurlijk kijken wat er nou allemaal gebeurt in zo'n automotive bedrijf. Een hele hoop mensen komen terecht bij DAF, want dat is een heel groot automotive bedrijf in Nederland. Dit was het wel weer voor deze video. Heb jij nou nog een vraag over wat ik nou op school doe en wat er nou op die school gebeurt? Of andere vragen over de school Automotive Rotterdam? Die kun je natuurlijk achterlaten in de reacties hieronder de video of op de Facebookpagina van de Hogeschool Rotterdam. Die moet je ook zeker even bekijken, de Facebookpagina van Hogeschool Rotterdam. Het linkje daarvan staat in de beschrijving, net zoals het linkje van de Instagram van de Hogeschool Rotterdam. Want daar plaats ik regelmatig ook foto's en video's op. En als jullie ook nog even willen abonneren op mijn YouTube kanaal, de Online Garage, dan word ik daar ook nog heel vrolijk van. En dan zeg ik tot de volgende video. Dag!